Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik nieuwe inkpads uittesten. DecoTime heeft nieuwe inkpads uitgebracht. Die zijn te koop bij de Action en dat zijn deze doosjes. En er zijn 6 setjes. Ik heb ze alle 6 weten te bemachtigen. Dus ik dacht, laten we ook gewoon eens even gaan proberen of die inkpads dan ook gewoon goed bevallen. Of dat ze goed stempelen en hoe de pigmentatie is. Ik zal ook wat meer informatie erover geven. Dus mocht je benieuwd zijn naar deze nieuwe inkpads, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Er zijn 6 setjes. Ik heb ze alle 6 weten te bemachtigen. Ze lagen toevallig bij mij. Eén zo'n setje kost €1,99 per stuk. En daar krijg je dus 5 kleurtjes inkt voor. Het zijn best wel brede pads. En ze hebben ook allemaal namen gekregen. Wat ik zelf heel leuk vind. Want dan kan ik weer mooi zo'n kleurkaart ervan gaan maken. Dit is een setje met wat bruin tinten en ook wat roze tinten. Aan de onderkant zit een zwarte. Het zijn ook grote inkpads. Want ze zijn 7,6 bij 5,3 centimeter. Dus het zijn echt wel lekkere grote pads. Dan hebben we er eentje met groene. Wat wel opvalt, in elk setje zit een zwarte. Dus je hebt genoeg zwarte inkt. Dus aan de onderkant is altijd zwart. Wat groen tinten erin, altijd leuk. En ook een gele zit hierin. Hier hebben we ook wat blauw. Ja, blauw, ook iets groenige tinten. Dit zijn weer de wat donkerdere blauwe en grijs. Wat ook altijd wel heel leuk is, vind ik. Grijs tinten zijn ook altijd wel goed. Dan een paars met roze setje ook. Echt super leuk. Ik vind het wel leuk hoor dat ze een naam hebben gekregen. Ik heb nu alweer zin om zo'n kleurkaart te gaan maken. En dan heb ik een setje met wat rood tinten erin zitten. Dus echt wel super leuke setjes. Zoals ik al zei, €1,99 bij de Action verkrijgbaar. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Ze staan op de Action site niet meer. Er staat dus bij dat het voor craft projects is. Er zit geen toxic in en ze zijn acid free. Het zou professionele kwaliteit zijn. Op de zijkant zie je ook nog de namen staan. Dus altijd wel handig. Het zijn waterbasis inktpads. Dus je kunt er ook mee verven. Ik heb het allemaal vaker laten zien. Je kunt dan... Nou ja, dat kan ik straks nog wel eventjes laten zien ook trouwens. Ik ben heel erg benieuwd. Dus ik denk dat we ze gewoon eens eventjes gezellig gaan uittesten nu. Nou, ik heb jullie er weer bij gezet. Ik ben niet zo professioneel iemand die vanaf bovenaf kan filmen. Dus ik doe het altijd zo. Maar goed, daar doe ik niet zo heel veel aan. Het leek me leuk om... eigenlijk gewoon met zwarte inkt te beginnen. En dan dat te gaan proberen in te kleuren. Dan heb ik hier een aantal leuke. Deze kan ik dan 2-in-1 doen. Ik haal even de kat eraf, want die... Gaat nu net in het beeld zitten, wat niet zo heel handig is natuurlijk. Dan heb ik hier hele leuke kerstjes. Daar komt nummer 2 ook nog eens aan. Ik hoop niet dat ze voor het beeld gaan zitten, jongens. Ik doe mijn best. Dus ik plak gewoon eventjes dat kerstje erop. En die ananas, die vond ik ook wel heel tof. Oh, die aardbei is ook wel leuk. Maar kerstjes zijn natuurlijk ook een beetje rood. Dus ik probeer... Ja, dat dacht ik al. Ook even eraf. Zo. Die doe ik dan even samen. Ik doe dit weer met clear stamps. Die plak ik dus op dit blok. En dan gaan we met de zwarte inkt de stempels eventjes beinkten. Zoals we dat dan noemen. En dan kunnen we gelijk zien hoe dat dan werkt zo meteen. Zo. Het zijn inderdaad echt wel hele grote pads, jongens. Kijk, echt wel, ja, het zijn echt wel mega petjes. Goed, die ga ik nu op mijn blaadje drukken. Wauw, ziet er gelijk goed uit. Ik ga jullie wat inzoomen. Dan kunnen jullie het net even ietsjes beter zien. Kijk, die zijn heel goed gelukt, deze. Dus dat is wel heel erg leuk. En dan heb ik hier een croissant. Ik dacht, die kunnen we dan wel eens eventjes met bruin gaan afdrukken. Want we hebben ook een mooie bruine. Ik ga eventjes deze stempeltjes, die leg ik even hier op. Ik heb nog wel eens de neiging om stempeltjes kwijt te raken. En uiteindelijk vind ik ze weer terug, maar dat vind ik altijd zo vervelend. Dat croissantje ziet er ook wel heel leuk uit. Zo, die plakt goed vast. Dat geeft niet.
Ja. Ik dacht als we die dan met een bruine kunnen doen. Zo. Ik zit wel gelijk helemaal onder de inkt altijd. Ik ben ook wel benieuwd of dat dit dan ook goed pakt. Maar zoals ik zie, pakt de inkt al heel goed op. Ik sluit altijd gelijk de inktpetjes ook af tegen uitdrogen. En dan gaan we de croissant erop leggen. Nou. Oh, wat goed. Kijk nou hoe goed. Er zit goede pigment in hoor. Daar kun je niks van zeggen. En een tekstje leek me leuk. Nou, die wilde ik eigenlijk ook even met een kleurtje gaan doen. Want ik wil gewoon even kijken ook hoe het is. Hè, die kleurtjes. Ik kan moeilijk alle kleuren gaan uittesten. Dat wordt net een beetje gek zat. Maar we kunnen wel wat doen. Noem maar open your mind. Ja. Ja, het plakt altijd heel goed. Ik heb alles gewoon altijd in één bak zitten. Zo. En dan had ik gedacht, ik zie hier een leuk roze kleurtje erin zitten. Dat ik die daar eens eventjes mee ga doen. Dit is Vintage Fruit, heet die. Dus dan een iets lichter kleurtje, want ik ben ook wel benieuwd hoe dat oppakt. Maar zoals ik er naar kijk, denk ik, ja, het ziet er gelijk goed uit. Die doen we dan eventjes hierboven. Ja, hier ook. De M is niet helemaal fantastisch gelukt, maar je ziet hem wel. Ik vind het een prachtige kleur. En dan wil ik ook gaan kijken of we dit dan een beetje kunnen gaan inkleuren. Want het is dus op waterbasis. Dan heb ik alleen eventjes geen kwastje bij de hand. Dus ik ga het gewoon even met een wattenstaafje doen. Heel onprofessioneel, snap ik. Maar ik heb gewoon eventjes geen andere bij de hand. Dus ik denk, nou, dan doen we dat gewoon eventjes. Dus ik maak eventjes dit blok schoon. En dan gaan we ook even kijken of we ermee kunnen gaan kleuren. Want daar ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar geworden ook. Ik heb er heel even een blaadje onder gelegd in de hoop dat het niet zo gaat doordrukken. Dan zal ik proberen jullie even nog ietsjes in te zoomen. En wat ik dan doe om hiermee te gaan proberen te verven is ik pak nu rood. Want ik wil graag de kersen rood maken. En ik druk dus gewoon wat van de rode inkt nu op mijn kleerblok. En ja, zoals ik al zei, even geen kwastje bij de hand. Dus ik doe het even heel raar met een wattenstaafje. Die heb ik nat gemaakt. En daar ga ik nu dus overheen. Werkt op zich ook prima. Ik bedoel, ja. Ik ga alleen een beetje buiten de lijntjes. Dat is een beetje jammer, maar dat is op zich niet heel erg nieuw. Want daar ben ik op zich best goed in. Buiten de lijntjes gaan. En dan kun je er dus ook best wel mee verven. Zal ik jullie ietsjes dichterbij zetten? Is misschien wel even wat leuker, hè? Kijk. Er komt best wel wat kleur van af. Nou, dan zijn we klaar met rood. Dat is altijd wel heel belangrijk. Even dat kleerblokje schoonmaken. En dan heb ik hier een leuke kleur. Dat is macchiato. Macchiato. En daar wil ik die croissant mee inkleuren. Want ik heb die andere met bruin bar gedaan. Dus ik dacht, dat is ook wel leuk. Maar deze pakt ook gelijk lekker op. Maar vraag ik me alleen of heb ik deze kleur niet net gebruikt. Nou ja, dat is dan niet anders. Dat is dan een beetje dom van mezelf. Zou dat zo wezen? Ja, ik zie het al. Nou nee, hij is lichter. Kijk, en dan kun je dus... Je houdt dus heel erg mooi die lijntjes van die croissant. Maar je kunt hem wel heel leuk inkleuren. Met een kwastje gaat het beter. Maar op zich werkt een wattenstaafje voor nu ook wel eventjes. Ik kom even niet bij mijn kwastjes. Want ja, ik ben boven gigantisch aan het opruimen. Dus daar kon ik even niet bij. Maar wat een staafje voor nu werkt ook prima. Vind ik eventjes. Kijk, en dan heb je gewoon een heel leuk croissantje die mooi ingekleurd is. Gelijk weer eventjes mijn, schoonmaken. Want je wil natuurlijk niet dat de inkt die je net gebruikt hebt in je andere inktpadjes terechtkomt. En dan pak ik even de groene. Want hier zit ook geel in. En die groene heb ik ook even nodig. Want die sinaasappel die moet dus groen. Die sinaasappel die moet natuurlijk
geel worden. En ik ga nu even voor parakiet. Dat is deze groene kleur. Daar ga ik dan dit mee doen. Dus dat stempelen we er weer op. Ja, ik vind dat het goed opbakt. Ik ben echt tevreden. Het is... Ik kan er niks anders van maken. Nou ben ik niet bekend met de wat duurdere inkt. Ja, kijk, dit wordt wel een beetje... Die gaat er nu langs, dus dat wordt nu niet netjes. Dat is logisch, want ik kan natuurlijk hier niet zo heel erg nauwkeurig mee werken als met een kwastje. Dat is mijn eigen schuld. Heel veel mensen gebruiken ook de Distress inkt, weet ik. Ik heb hier zelf geen ervaring mee. Ik heb vooral de goedkope inkt, dus ook die van de Action gebruik ik heel veel. Maar ik moet zeggen, ik vind het wel heel tof. Ik weet niet hoe het is bij jullie. Hebben jullie bijvoorbeeld wel met de Distress inkt ervaring? Of zijn jullie ook wel fan van de Action inkt? Maar ik ben er wel heel tevreden over. Ik vind de pigmentatie mooi. Ik vind het echt wel heel erg leuk. Dan doe ik zometeen gelijk ook even alles weer netjes terug. Want hier ga ik niet zo heel goed op. Eerlijk gezegd. En je hebt niet eens zo heel veel nodig. Stop hem ook gelijk weer even terug op volgorde. Dat vind ik fijn, want ik wil het allemaal wel weer op volgorde terug stoppen. Anders krijg ik een soort error in mijn hoofd. En wat ik zeg, ik sluit altijd meteen mijn inkt, gebruikte inkt af. Hij pakt goed op, dus ik ben benieuwd of die ook... Oh, ja, hij is best wel intens. Ja, je ziet wel, als je hiermee overheen gaat, dat is wel één nadeel. Misschien is het leuker om hiermee gewoon dit in te kleuren. Want je ziet wel dat de zwarte inkt en lichtjes een beetje uitloopt. Waardoor ik nu niet die hele mooie gele kleur heb. En ik nu toch heel benieuwd ben hoe die gele kleur er op een stempel uit zou zien. Want ik vind hem dus nu niet heel erg mooi. Dus dan gaan we hem toch nog even op een stempeltje proberen, heb ik besloten. Even kijken, wat zullen we eens doen? Wat is nog wel meer leuk om geel te maken? Nou, maakt natuurlijk ook niet zo heel veel uit. Ja, gele aardbei is een beetje raar. Even kijken. Nou, ik zie hier wel wat leuks. Hier kan ik wel iets leuks geel mee kleuren. Want ja, ik wil nou toch even weten hoe die ook... is, jongens. Want ja, omdat hij nu een beetje wegvalt, ben ik toch wel heel nieuwsgierig hoe die inkt dan is. Nou, dan gaat alles er gewoon weer uit. Net zo makkelijk. Ik ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd nog naar zo'n paarse kleur. Dus ik denk dat ik zo ook nog even zo'n paarse en dan nog een keer zo'n tekst wil proberen. Zo. Hoppatee. Oh ja, dan is die echt heel erg mooi geel. Dan is die echt heel erg mooi. Ik zal het jullie zo ook van dichtbij laten zien hoor. Dan is die wel echt heel erg mooi. En zoals ik zei, ik dacht dus nog eventjes om een paarse te proberen. En dan nog zo'n tekst, want ik heb hier ook nog teksten. Just say cheese. Nou, dat is altijd leuk toch? Ze moeten meer lachen in het leven, zeggen mensen wel eens. Nou, laten we het proberen. Zo. Altijd na gebruik ook goed je stempeltjes even schoonmaken. Anders dan is het niet meer zo fijn voor de volgende keer. En dan zo'n paarse. Even openmaken. Op. Zit goed vast. Dan hoop ik dat deze tekst ook goed lukt. Want die andere lukte natuurlijk goed. Maar alleen die kleur viel ietsjes weg. Oh, hij ziet er echt mooi uit. Goed beïnkten altijd. Doe ik nu eventjes buiten de camera om. Maar jullie weten inmiddels wel een beetje hoe dat moet. Ik heb wel heel veel inkt ernaast. Oh! Heel mooi. Alleen er zit allemaal inkt naast. Dat is eventjes... Kijk, ik heb nu een hele streep. Ik zal het jullie zo even van dichtbij laten zien. Dat is even ietsjes minder. Maar het werkt wel. Dus dat is echt fantastisch. Ik zal het jullie even van dichtbij laten zien hoe het er nu uitziet. En ja, het ziet er op zich wel heel erg leuk uit. Behalve dat ik hier zo die streep heb. Ik ben iets te enthousiast geweest. Even alles van dichtbij. Nou, zoals ik al zei, die tekst, hij is heel duidelijk. Goede pigmentatie. Ik ben hier alleen iets te enthousiast geweest, want hij heeft een vlek gemaakt. Dat is normaal niet zo. Kijk, hier valt de M ietsjes weg. Dat is een beetje jammer.
croissantje is echt super mooi gelukt. Nou, kijk, de contouren zijn echt prachtig, maar het zwart is een beetje gaan uitlopen, waardoor je niet helemaal de juiste kleur krijgt. Misschien had ik het langer moeten drogen, maar het was voor mijn gevoel wel droog, want anders had ik wel echt hele lijnen gehad. Ja, ik kon niet zo heel erg netjes werken natuurlijk vanwege die wattenstaafjes, wat een beetje improviseren is. Maar het ziet er wel heel leuk uit en hier zie je die gele echt wel heel erg mooi, want omdat die hier een beetje wegvalt, het is echt wel een hele mooie kleur geel. Dus ik vind het wel echt super leuke inkt, moet ik zeggen. Ik laat het blaadje nog even van dichtbij zien. Dan kun je nog eventjes zien hoe het is gelukt. Nou, wat ik, ja, hè. De teksten gaan er mooi op. Ja, die ene, dat emmetje is niet helemaal gelukt. Maar dat croissantje vind ik ook echt wel prachtig. Die vind ik ook gewoon echt heel goed gelukt met inkleuren. Maar je ziet echt gewoon, de stempels pakken heel goed. Dus ik vind eigenlijk de kwaliteit vind ik echt fantastisch. Voor 2 euro. Ik vertelde natuurlijk ook al, ik heb geen ervaring met echt dure inkt. Maar ik vind het wel echt hele leuke setjes. Ja, omdat je natuurlijk altijd die zwarte erbij hebt. Het was misschien leuk geweest als ze in één setje een zwarte hadden gedaan. Want je hebt dus altijd de nummer 1. En dan gaat hij verder door. Dus je hebt dan eerst de nummer 1 en dan gaat hij door naar 10, 11, 12, 13. Het is allemaal wel op volgorde. Maar ik vind het echt leuke setjes. Voor 1,99 is er niks van te zeggen. Ja, ik ben enthousiast. Ik vind de pigmentatie heel erg goed van de inkt. Het verven gaat ermee ook wel. Oké, het was niet professioneel, want ik zat natuurlijk met zo'n wattenstaafje te hannesen. Maar ja, het is wel heel leuk. Vooral als ik naar die croissant kijk, dan denk ik het is heel mooi geworden. Bij de lichtere kleuren, als je dat met zwart doet, merk ik wel dat de zwarte een beetje overheerst. En dat je daardoor de kleur niet helemaal mooi tot zijn recht krijgt met verven. En dat zie je dus heel duidelijk ook bij die ananas. Die is niet zo mooi geel geworden als dat ik de stempel heb afgedrukt in de gele inkt. Maar ik kan er eigenlijk, ja, ik vind het wel echt super leuk. Dus ik word er wel heel erg blij van. Ik ben eigenlijk benieuwd wat jullie van de inkt vinden, hoe ik hem nu getest heb. Zou het inkt zijn die je zelf zou kopen? Of ben je zelf liever iemand die misschien in wat duurder inkt investeert? Is natuurlijk ook niks mis mee. Maar ik ben over het algemeen toch wel heel erg enthousiast over die inktpads. Dus ja, ik word er in ieder geval heel erg blij van. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ik ben wel heel benieuwd of dat je de inkt eventueel nog zou willen aanschaffen, mocht je het niet gedaan hebben, of dat je hem al wel gekocht hebt. Maar ja, zou ik leuk vinden om te lezen. Nou, nogmaals, ik wil je voor nu eigenlijk gewoon heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf staat een rode button. Daarnaast staat een belletje. Als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!